Ja, dat is wel heel lang, hè. Maar ja, we hebben de tijd, het is zondag, hè. Ja, dat wel, maar hadden we daarvoor over 2 uur wachten? Ja, ik denk dat het een grapje is. Denk je dat niet? Het is ontstaan door de tractorclub, de Peeltuffers. Die gingen naar verschillende treffers van tractorsmeetingen. En die zeiden van, dan gaan we in Wilbedoord ook doen. Ik zeg altijd, de kracht van dit evenement vind ik, dat er voor de hele familie wat aan de hand is. Eerst begon met tractors en toen begonnen we auto's en we brommers bij. En zo hebben we langzaam het verder uitgebouwd naar het evenement wat we nu hebben. Een houtkunstenaar die van een boomstam een mooi beeld maakt. Het hoofd een beetje leeg maken, dan kruip je helemaal in dat beeld en dan vergeet je alles. Ja, dat ik er dus dagelijks mee bezig ben en dat het een verslaving is en de dokter heeft er geen pilletje voor om er vanaf te komen dus. Ik ben begonnen met schepenbouw en na een jaar of 3-4 ben ik overgestapt op boerenwagens. Waar is mijn shirt? Wie nog in mijn shirt? Het is altijd voor bier en tobacco. The sleeves are all worn out, the collar is torn out, the tail is looking out for better weather. Wij doen dit al 37 jaar met deze woonwagen. Die hebben we ooit gekocht als bouwval en gerestaureerd helemaal. En net wat ik net al zei, we gaan 37 jaar mee op vakantie en naar oldtimertreffers. Ja. Toen kwamen we in Ierland in zo'n kroeg. En toen zag Ronald, die nog eigenlijk helemaal geen muziek maakte, die zag dat er in één keer iemand binnenkwam. Zijn boerke met zijn accordeon. En die begon te spelen. Nou jongens, ik heb de tekenfilms wel, hè, dat je mond openvalt, die tong er zo uitrolt en zo. Dat was bij Ronald ook het geval. Hij zegt, ik ga ook muziek maken. Ik zeg, als je geen muziek gaat maken, dan gaan wij een band beginnen. With a theory humming, humming, for the world's more full of weeping than you. Can understand. Nee? Nou, Floor die danst al 3 jaar en Tess al een jaartje. Ja, dit wordt jouw 2e jaar, hè? Ja, dat klopt. Heel goed. Ik heb al 3 shows gedaan en dit jaar wordt mijn 4e jaar. Lekker op muziek bewegen met z'n allen, toch? Ja. Het is heel leuk om te doen en je hebt heel veel verschillende soorten dansen. Floor die danst al 3 jaar en Tess al een jaartje. Ik heb al 3 shows gedaan en dit jaar wordt mijn 4e jaar. Lekker op muziek bewegen met z'n allen, toch? Ja. Het is heel leuk om te doen en je hebt heel veel verschillende soorten dansen. We zijn melkveehouwer geweest en we zijn gestopt. En dan reed ik altijd al deze tractor, met een ploeg erachter, met de voorpakker erachter. En ik deed grasmaaien met een getrokken Vicon grasmaaier en het liefst nog met een frontmaaier erbij. Dat vond ik helemaal geweldig. Het is een mooi beroep om tractor te kunnen rijden en om vrachtwagenchauffeur te zijn. Ik kan ook meer dames aanraden. Het is echt geweldig. Och man, een mens verzamelt zoveel spullen in zijn leven, is gewoon verschrikkelijk. En je hebt het echt niet allemaal nodig. Dus als je kritisch in je huis rondloopt en je kijkt dus even rond welke spullen heb ik nou echt nodig, kan je nog wel een vrachtwagen meenemen. En als er nou nog iemand blij mee is, dan kan ik voor 50 cent, ben ik weer gelukkig en die ander ook. 2 jaar geleden was ik hier ook en daar had ik een andere crossauto bij zonder voorruit. En vrienden van mij hebben dus die buggies en die heb ik dus ook één. Maar die weten dus dat je geen voorruit hebt. En dan gaan ze expres met slecht weer en ze voor je staan gas geven dat jij vol de zand in je smoel krijgt. It's all for me beer and tobacco. The spent all me tin on me lassie's drinking tea. Across the western ocean I must wander. Where on me boots? Ik vond het hier wel leuk. De sfeer brengt erin en ja, muziek maakt wel gezellig.
dat is vaak het mooiste. Gewoon mensen plezier doen en ronddraaien, mensen iets laten zien. Die zijn slechte been, dat ze mooi alles door het terrein kunnen zien. Ja, waarom? Omdat het moest van mijn vrouw. Leuk toch, voor in de tuin? Nou, ik zeg, kom allemaal een keertje kijken, want het is zo bijzonder dat wij met zoveel vrijwilligers in zo'n klein dorpje het voor elkaar krijgen om zo'n gigantisch evenement te organiseren.